Advocaat Ines Wesky is bijna klaar met een verzoek aan de Hoge Raad om het strafvonnis tegen Desi Bouterse te herzien. De NDP-leider, nu president van Suriname, werd in 1999 in Nederland bij verstek veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij drugshandel. Hij heeft altijd elke bemoeienis met cocaïnehandel ontkend en de strafzaak bestempeld als een politiek proces. In juli had Bouterse na terugkeer uit Equatoriaal Guinea op de Johan Adolf Pengel luchthaven nog een onderhoud met Wesky. Intussen is de naam Bouta opgedoken in het strafonderzoek naar de van internationale drugshandel verdachte Nederlander Piet W. Volgens de Nederlandse recherche die gesprekken van W. en andere medeverdachten heeft afgeluisterd, wordt in deze Desi Bouterse bedoeld. Allereerst moet worden vastgesteld, zegt Wesky in een schriftelijke reactie aan de Ware Tijd, dat de betreffende vermeende flarde tekst niet tot een separaat zakendossier, nog tot enigerlei verdachte hebben geleid. Het OM zal naar zij verondersteld ook bevestigen dat Bouterse geen verdachte is in deze zaak.